Hoe gaat ie? Nee. Oh, dus spierpijn. Ik moet plassen, mensen. Ik ook! Hoi! Hoi! Hey, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben vandaag met mijn vintage buddy. Hey. En mee. Vandaag Piel. Ik ben het enige die me zo mag noemen. Ja. Gaan we nu. En ook jij als enige rolmannen. Rolmannen. Dit gaat weer niet goed, maar het is fijn. Superleuk. Leuk dat je kijkt. Ja, leuk dat je kijkt. Ik ben vandaag samen met mee in Leiden. Ja. En we gaan kringlopen in Leiden. We staan nu voor een hele grote kringloop, denken we. Eigenlijk ziet weten we het niet. Het ziet er groot uit. Het is het Warenhuis, kringloopbedrijf het Warenhuis. En we zagen dat daar, we reden langs, stond zo'n bord met rommelmarkt. We dachten... Echt met krijt geschreven. Ja, en met zo'n deur open. Dus we gaan het gewoon zien. Kringlopen in Leiden. Ik heb er zin in. Ik hoop jij ook. En we hebben hier nog nooit gekringloopt, zeg maar, in Leiden. Dus we vinden het leuk om iedere keer naar andere plekken te gaan. Ja, ik ben alleen naar Vintage Island geweest met Renette. Ja, ik ook, maar niet kringloop. Precies. Dus we vinden het heel leuk. Dus mocht je nog een goede plek weten voor ons waar we volgende keer in kunnen gaan. Naar welke stad ook. Oh, weet je hoeveel wat ik kreeg? Hoeveel? Groningen. Ja, maar ik ben daar geweest, toch? Friesland dan. Friesland. Naar maar Groningen is echt leuk. Maar je had wel leuke dingen gevonden. Ja, gewoon echt leuk. Die schaal? Ja, klopt. Mooi. Ja. Hebben jullie die video gezien eigenlijk? Ja, hebben jullie link in de beschrijving. Smooth, hè, is ze. We gaan, want we moeten plassen. Oké. Okay. Oh, zo nodig. Let's go, let's go, let's go. Zo ziet het eruit van de buitenkant. Nieuwe jaar. Eerste kringloop van het jaar. Ja, oh my god, ja. Dit is de eerste video van het nieuwe jaar zelfs. Oh, wat leuk. Zie je, rommelmarkt en al spullen. Daar. En er komen allemaal mensen uit. Nou, ik ben benieuwd. Nou, we zijn er. Het is dus een lunchroom en een kringloop in één. Dus ja, is het nou duur? 6 euro. Het, ik wilde net zeggen, het is best wel duur. Hoeveel is dit bijvoorbeeld? 1 euro 10. Ja. Happiness is not a destination, it is a way of life. Oeh. Ik heb deze dan ook in een slag kleiner. Dus I love it. Is. Maar is maar één, nee toch? Nee, kijk. En dan kan ik gewoon een kleine. Ik heb ze zijn echt mooi. Zo, zelfs deze, echt heel mooi. Ja, een mooie bolling heeft. Ja. Maar dan breng ik de mijne gewoon naar maar hoeveel zijn deze? Ja, dat staat er niet op. Maar hier staat iets van 60 cent per stuk. Maar dat is een beetje uitgevaagd. Dus ik weet niet waar dat nou voor geldt. Misschien hier. Oh my god, ermee. Ik heb dus niet per se iets nodig. Maar hé, we weten dus niet waar deze trap heen gaat. Maar hier zijn allemaal lijstjes en zo. Op heel veel dingen staan geen prijzen. Klopt. Hier dan weer wel. Fijn. Het is echt een beetje een rare opstelling of zo voor een kringloop. Het is echt heel hoog. Alsof we in een soort lood zijn of zo. Wat is dat? Vogeltjes. Oh. Het is ook wel een leuke DIY-idee überhaupt. Grappig. Wat kan je kopen? Ja, de ecotuiners. Help de vogels de winter door. Oh. Dat is leuk. Wil inkopen. Ja, heel leuk. Ik vond deze wel leuk. Maar kijk. Het is allemaal mestdingen erin. Nou, boven is dus de kleding. Veel, hè, Em? Ik ben heel benieuwd. Oeh. Doe even naar mij toe. Kijken. Mooi, mooi. Passen. Passen. Ja, kom even me aan doen. Zoals jullie zien heb ik groen aan. Ik wil dus meer kleur. En ik zag dus deze. En het is ook een beetje een soort van... Het is ook een beetje groen. Misschien off-shoulder. En toen zag ik dus deze. Ik dacht, wow. En ik voelde het. En we dachten, wow. Ja, dus en toen zagen we dit. Oh my god. Het bruin trekt jij, me. Jij vindt altijd zo... Oh my god. Ik dacht dat het een body was. Ik zie dit overal nu. Ik ben heel benieuwd hoe dit staat. Wacht, is dit niet... Oh nee. Hij is heel mooi. Wel aparte ook vorm, hè? Lijn. Wel aparte vorm, eens kijken. Wat een beetje bodycon. Ja. Nou, gaat er ook mee. Wat is dit? Oh my god, and other stories.
Oh, maar die is gewoon leuk ook hoor. Kijk, dit is niet mijn ding. Nee, maar misschien het staat het. Het is een heel... Maar we zien dus wel altijd mooie, goede merken hier. Dus dat is wel bijzonder. Ja, want vaak vinden we wel merkdingen. Maar nu... Maar heel... Ja. Ik ga even de trenchcoat proberen. Eigenlijk, als wij gaan kringlopen, moeten we gewoon een zwarte jas en een zwart, alles zwart of wit. Ja, gewoon basic moet je kleden eigenlijk. Ja. Ja, ik krijg een beetje Burberry vibes van. Want ik zoek een lange, zeg maar, ik zoek nou juist lang. Maar hier is hij niet te lang. Ik vind het echt nice. Ik had echt een broek aan moeten doen. Ja, het is een hele... Met die tas ook erbij. Oké, dit gaat mee. Gaat goed, Tammetons. De twee YouTubers, hoor. Ik heb nu die Samsu trui. Ik weet niet of je het zo uitspreekt. Maar hij is heel mooi. Hij past ook op de rok, eigenlijk. Maar hij is hier echt te wijd. Ik vond ook deze... Hij is echt super strak. Ik had deze laatst ook bij de weekday gezien. I love it. Dit is die top. Ik weet het niet. Ja, heel leuk. Ja, ik vind hem mooi. Hij is wel inderdaad een beetje groot, maar... Ja, terwijl hier niet. Alleen hier dan. Ja, ja, ja. Maar misschien als ik een broek aan heb... Maar hier is het echt raar als ik zo doe. Je kan hem ook kroppen, je kan het ook knippen. Knip je die stof gewoon weg. Zeg maar deze vibe. Ja. Ik neem gewoon. Ik had deze gepast. Off-shoulder vond ik wel nice. Maar twijfel een beetje. Oké, we zijn eruit. Ik vond het best wel een leuke kringloop. Het was wel een beetje gek of zo. Qua home zou ik er niet zo snel komen. Ik vond het... Terwijl ME heeft echt leuke home dingen gekocht. Ja. Moet je maar even kijken. Linkje in de beschrijving. We gaan nu naar de rommelmarkt. Oh ja, maar ik was nog niet klaar. Maar de kleding... We zijn best wel geslaagd. Ik was uiteindelijk 17 euro kwijt. Geprijsd. Ja, was gewoon prima. Ik heb de jas, was 8 euro, de trenchcoat. Ik had de trui. Een rommelmarktje. Nou jongens, hoe zijn we? Wel leuk. Heel leuk. Die... Oeh, mee. Dit is cool. Oh, cool stofje. Oh, er zijn er twee. Laten we die allebei kopen. Oh. Roos, kijk, je ziet mij niet eens. Maar, nee, vind het niks? Waarom vind je het niks? Ik vind het echt mega leuk. Maar het is een soort van indoor supermarkt, wil ik zeggen. Rommelmarkt. Ja, rommelmarkt. Nou ja, weet je. Je weet het niet. Misschien vinden we parels. Het is live muziek. Ik heb deze colbert net voor hem meegevonden. Prachtig. Mij stond hij helaas niet. Hij is echt mooi. Kijk hoe mooi. Maar kijk dan. Kijk. Je kijkt niet. Wacht, hij is maar 5 euro. Ik vind net deze turtleneck. Ik vind de kleur echt super mooi. Alleen hij is dus hier een beetje vies. Wat zeg je? Die muziek. Ik denk dat ik... Wat zeg jij? Maar... En hij is dus van Esprit. What about the color, man? Maar hoeveel is die ook? Ik weet niet. Oh, jawel daar. Nee. 7 kledingstukken voor 5 euro. Ik ga gewoon zo. Nee, ze gaat het meenemen. Ik ben zo tof. 7 voor 5 euro, hoeveel is dit dan? Dit is dan 30 cent. Als je er 7 hebt, 7 andere kledingstukken. Ja, maar hoeveel is het dan? Nu, oh. Dus we moeten er nog maar een paar. Ja, nee, we halen het niet. Nee. Ja, voor thuis. Nee. Wat is dit? Oh, die is heel leuk. Oh. Wat moeten we nou doen dan? Nou, deze. Nee. Hoe vind jij dit nou weer, deze mes? Hoe vind je dat? Je begon dus te kijken, schat. Vissa. Ze kunnen zeggen, doen we deze 1, 2 voor 1 euro? De maat. Let's go.
En Maven net dit setje en I'm obsessed. Kijk mooi. Ja, in de was. Hoppata. High waist. Cute it. Ik kan niet, hè. Ik kan niet met haar. Ik kan gewoon niet. Woe! Woe, 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 woe. Hey! Niet helemaal. Hierdoor breek ik echt je nek. Hoeveel centimeter is dat? Dit is jouw gerookt glas. Dit is best wel cool. Wordt heel zenuwachtig van de muziek. Alles was dus uiteindelijk 1 euro. Ik vind het zo cute. Ja, die is echt, oh my god. Dat is de voorkant, hè? Dat is leuk, hoor. Echt leuk, hè? Dit was 1 euro bij elkaar. En mee heeft deze trui voor 1 euro. Heel leuk stoffie. Zie je dat? Ja, echt leuk. En een esprit trui. En een trui. Blauw. En broodje. Ja. Ja, echt mooi. En nu gaan we naar de nieuwe start. De nieuwe hoop. De nieuwe start. Sluit om 5 uur. Oké. Ah, oh, stop. 10 minuten rijden, dus niet. Het is wel de andere kant dus weer op. Ja. Navigeer naar Hoge Rijndijk 94 in Leiden. Ik maak een routebeschrijving naar Hoge Rijndijk. Cool man. Ik vond de rommelmarkt geen rommelmarkt. Het was gewoon een pop-up kringloop eigenlijk. Het is geen rommelmarkt. Toch? Vond jij wel? Nou, ja, vond ik wel. Omdat het natuurlijk niet een instantie is. Ik denk dat die man, het is gewoon een... Zelf, is het? Yeah. Het is een kas. Hij gaf ook echt geen korting. Want het waren dus 7 dingen voor 5 euro. Ja, ik had gehoopt dat hij bij het laatste zei... Doe maar gewoon, ja. Maar dat vind ik, ja, ik vind dat niet... Zeg maar, dan zou je het nooit echt meer teruggaan, weet je. Want dan heb je zo'n gevoel van, oh... Maar... Aan de andere kant, het is maar 1 euro. Het is maar 1 euro, ja. Het is superleuk. En ik... Ja. Ja, het was wel leuk, maar het was niet echt een typische rommelmarkt. Wij dachten echt dat het een rommelmarkt was. Met allemaal kraampjes, met allemaal verschillende mensen. Maar het was gewoon van 1 persoon. Ja. Oh, Pieter. Ja, ik durf niet door te remmen voor jouw camera. Dat gaat goed. Waar is je music? Je vinger niet, mevrouw? Goshamme. We gaan nu naar de Sumatra's. Oh. Pad op, meneer. Het is 4:30 al, hè? Mm-hmm. Tijd is zoveel sneller gaan. We dachten, we hebben nog heel veel tijd. Met de groene vlagjes. There is it. Hello. Hello. Kijk, wij gaan verhuizen vanaf 5 januari. Hoeveel is het? 4. Oeh, oké. Laten we gaan. Oh, maar dan is er misschien al een troepje binnen. Ja. Hoe leuk is dit? 7,50. Wat? Wat? Wel leuk. Gaten we hem meerijken met een bord aan? Maar hier gaan we even naar een klassieke. Oh god. Zo cute. Ik weet alleen niet waar het menu is. Oh, ze is daar. Mijn founder. Ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Nou, de muziekkeuze is ook al... Heftig, hé? Ik zoek nog een melkkannetje voor mijn koffieapparaat. En deze is maar 1,50. Dan kan ik zo melk zo opschuimen. Zo. We zijn nu bij de kleding trouwens. Het is echt chaos. Oeh, M. Pink. Pakkie. Oh, het is echt een pak. Of is het een rok? Nee, ja, rok. Je weet toch dat als je vrienden soms iets hebben, dat je het dan niet meer wil? Maar ja, wat dan? Wie heeft dit? Wit heeft zeg maar deze zo in het wit achter. Ja? En dan heb ik zoiets van, deze maar niet. Ik ga deze even passen, want hij is zeg maar oversized, maar hier strak. Oh, mooi. Maar heel lang. Hey, vroom en Dreesman. Dat is van de oude V&D. Ik heb natuurlijk weer het verkeerde aan. Ja. Hij is gewoon een beetje... Wat is er? Blazer dress. Oh, kijk, dat vind ik dan wel weer leuk, denk ik. Ja. Maar waar is een riem? Ja. Snap je? Mm-hmm. Wacht.
Doe even je rok dan uit gewoon. Dat doe ik zo niet met mijn leven. Dik. Oh, dat is leuk, hè? Ja, ik vind het leuk. Lelijk met die groene trui natuurlijk. Ik zou dit echt doen. Want ik zoek nog een blazer dress. Nou, top toch? Wat vind je? Als je ik me zo zou zien. Wacht, ik kijk even zo. En zonder dingen, hè? En een andere riem natuurlijk. Ja, de riem maakt het nu heel slordig. En ik denk dat als je een goede riem eronder hebt, dat het ook hier... Krijg ze mij weer terug? Ik weet niet. Ik moet echt een goede riem vinden. Ja, maar ook zou ik een riem doen in deze kleur. In die kleur. Een beetje lichtere kleur misschien. Maar het is ook een blauwe riem met een goud. Het is een hele heftige riem. Ik vind het wel cool. Ik vind het nu netter zitten dan daar straks. Maar het is niet lelijk. Wil je rok weer terug? Oh ja. Doe je mee? Jongens, ik ben zo blij. Die man zei, doe maar deze 2 voor 5 euro. Yay! Dus hoe duur is dat dingetje normaal? 1,50. Ja, top. Echt top. Ook ben zo blij. Alleen nu nog dus een passende riem vinden. Nou, en wat vond je van deze kringloop? Echt een chaos. Oh my god. Oh my god. Als Zico dit ziet. Zico, we're sorry. For your car. Het is mijn auto. Het is ook jouw auto. It's fine. Daardoor kan het.